Hebben we er een beetje zin in? Ik kan jullie niet goed verstaan. Hebben we er een beetje zin in? Kijk, dat is goed, hè? We hebben schitterend weer. We hebben 9 scholen. En dit is vandaag voor Spijkenisse de Jeugdolympiade voorronde. De voorrondes zijn al geweest, want we doen het op Voorne Putten. In Westvoorne, in Brielen, in Hellevoetsluis en ook in Benisse. Maar wij zijn de laatste. Nou, na vandaag zijn er 2 scholen, want de 9 scholen doen vandaag mee. En er gaan straks 2 scholen door naar de echte finale. En de echte finale die gaat ook hier plaatsvinden in Spijkenisse. Dus dat is voor degene die winnen een thuiswedstrijd. Dat zou helemaal geweldig zijn. Bij een jeugdolympiade hoort natuurlijk een opening. En een hele spectaculaire. Sommigen hebben dat misschien net al een beetje stiekem gezien. Want je ziet al wat. Je ziet daar een meneer staan. Met een paar van die rare vlammende dingen. Maar dat gaat straks gebeuren. Want voordat ik die opening ga doen. En jullie daarna nog de warming-up gaan krijgen van Alicia. Heel spectaculair. Oh, er komt nog een school aan, zie ik. Maar goed, die sluiten vanzelf aan. Ik praat gewoon even door. Voordat ik dat ga doen, wil ik van jullie eerst een keihard applaus voor alle vrijwilligers van de handbal, de korfbal en van de atletiekvereniging Spark. En uiteraard alle vrijwilligers die daar ook namens de gemeente heel hard voor gewerkt hebben. Dan ga ik een poging doen om wat bij een jeugdolympiade hoort, het Olympisch vuur echt aan te steken. Zeg maar ons Olympisch vuur aansteken. En neemt hij een beetje vloeibaar brandstof in zijn mond? Hier gewoon aan, hoor. 2, 3, hartstikke! Jongens, bij deze, dat hoort echt, hè, want we hebben natuurlijk een paar weken geleden de echte Olympische Spelen gehad. Hoort natuurlijk dat ik dan ook zeg, bij deze zijn de Spelen officieel geopend. Can we go? We
Ik zie nog wat hesjes aangaan. Scheidsrechter, zorg ervoor dat u klaar bent, want we gaan over enkele seconden starten. Sorry, Zach. Ik ben naar de bus. Ik ben naar de bus. Sorry, Zach. Er is op, Zach. Nee, Rick, Harry. Rijden, Zach.